Soms uit de geschiedenis worden ze een momentje van onachtzaamheid. Dan litten de meisjes tussen trogsloepen waarvan je denken, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat we gewoon edelman verjitten of avonturiers of kunstsamlers? Nou ja, zoals gebeurt soms. Maar als zo'n vergeten persoon en edelman en avonturier is en een unieke collectie kunstschatten schendelitten heeft, dan is het tijd om de geschiedenis even van repliek te chingen. Dan laat zijn man glorieus weromhellen worden naar zijn bettenplak, zodat de meesten haar op een ei vergapje kennen. Om de persoon en om zijn schatten. Dit is wat hij heit verzamelen had en uitzocht had. Er staan bijvoorbeeld zitten artikelen in die hij heit schreven had. Dus hij schrouw al over de Zwekster adel. En toen kwam hij op het spoor van Tinko. En dat fascineerde hem zo dat hij daar eigenlijk verder onderzoek naar deed. En dat weer in de jaren 70 zo'n beetje dat, dat het begon. De familie Liekelmaal Nijholt jaren lange tijd naar de meest invloedrijke adel van Friesland. In het chique Beetster Zwerg in zijn eigen heem en staten, het Liekelmahuis. Als eigenaar van grote vervenersgebieden en productiebosken garden ze kapitaal. Macht en invloed kregen ze toch al je bestuursfuncties en houdelijke majoren adel. Tinko wie de oudste zoon van Jan Anna Liekelma aan Nijenholt, op dat stuit burgemeester van Opsterloon en lid van Provinciale Steten. Tinko kreeg de namen van zijn paken, Grietman, van eerst Stellingwerf en nu Tingeredeal. Benne dus maar een gouden leppel in de moele en genoeg kroden voor een glanzende carrière in het Friesk Openbaar Bestuur. Maar Tinko zou een volslijn oorpaad kiezen. Een paad van oriëntaals avontuur en jetset libben onder Côte d'Azur. Het overlijden van Tinko en zijn belang voor de stad was zo enorm dat de burgemeester van Cannes zelf de lijkrede heeft gehouden. En het mooie is dat we dat dus nog altijd weten, omdat het in de kranten van destijds helemaal stond. Dus om maar even een idee te geven wat ze over Tinko zeiden tijdens die lijkrede, wat de burgemeester erover zei. Bijvoorbeeld, hij zegt van, kijk, trouw aan de tradities van zijn land, Nederland, reisde hij al van zijn prille jeugd en hij reisde naar de Oriënt. Hij was daar 4 jaar en hij bracht daar een hele collectie van objecten terug die van een enorme waarde. Dus hij wordt bewierookt, maar hij wordt ook echt wel geëerd omwille van wat hij gedurende die 28 jaar in Cannes voor de stad gedaan heeft. Terug dat het net een trogsnee edelman wie, hè, die op een zwerg geboren wie en ik burgemeester waard krijg als zijn heids is maar of dat ik in zaken gang met de veenderij of wat dan ik, maar dat is oudste zoon ja voortgang en op reisgang en ja net weer veromkomen op een zwerg en voor een heel oorlim koos. In de protestantse familie hechtte Tinko hun bot aan zijn mem Iepje Hillegonda van IJsinga. Mem brengt haar zoon de leefde bij van oren talen en culturen. Maar Mem stiet al jong. Letter, op grote afstand van zijn adellijk huis, zult Tinko 4 boeken schreeuwen over zijn reizen. Hij draagt ze op om zijn Mem. Zijn mem is heel belangrijk.
Zij had hem de liefde voor de vreemde land, voor de vreemde talen. En de muziek had zij hem bijgebracht. Ja, ik denk ook weer zegtje toen ze hem stoor. Dus ja, dat weer. En hij is daarna ook heel gauw uit huis gegaan. Hij met zijn heid hier net een goede baan. En hij is al gauw naar Utrecht gegaan om daar te studeren. En daarna in de Grens. En toen naar Parijs. En daar kwam de liefde voor de vierde reis die de meid ging gaan. À ma mère. C'est vous ma mère, ma seconde providence, qui par vos tendres soins avait guidé mon enfance. U bent het ook die mij heeft ingewijd in de kennis van vreemde talen die u beheerste. En mij aldus de middelen heeft verschaft om deze verre reizen te ondernemen waarvoor uw verhalen mijn passie hebben aangewakkerd. Ontvang dit eerbetoon van een zoon die zijn gehele leven uw lieve beeldenis in het diepst van zijn hart geprent zal bewaren. In april 1864 verliet Tinko zijn wenplak Parijs en zet ou naar het eerste tap. Als eerste Nederlander wilde een ontdekkingsreis maken door het Midden-Eersten. Hij bleef eerst een paar maanden in Tbilisi om hem te tatoeëren op zijn vierde doel, Perzië. We kunnen uit Tinko's reisverhaal besluiten dat hij heel spontaan was, maar hij was heel goed voorbereid. Hij had het allemaal bestudeerd. Hij had er 3 jaar over gedaan, de boeken gelezen die erover bestonden. Die boeken die terug, enkele eeuwen teruggingen, maar ook de heel recente boeken die al bekeken waren. Alors, voilà les livres de la Bibliothèque Liclamin. C'est incroyable, c'est une petite sélection de la bibliothèque Liclamin, n'est-ce pas? Ah oui, c'est une infime partie, la collection léguée par le baron s'élève à près de 1000 ouvrages. Donc, c'est incroyable, ça doit avoir une certaine importance quand même pour la bibliothèque des Cannes. Oui, ça a une importance d'abord parce que c'est un des dons les plus importants en termes de volume et aussi parce que le Tinko Liclamin était très investi auprès de la ville et c'est en remerciement du bon temps passé à Cannes qu'il a légué cette collection entre 1892 et 1901. Ouais, c'est formidable. Dus dit zijn de boeken die Tinko gebruikt heeft voor het, om het bestuderen van zijn reis, het voorbereiden van zijn reis. Dus die zijn allemaal gepubliceerd voor het grote vertrek in 1865 naar de Oriënt. En sommige boeken had hij dus ook mee, zoals bijvoorbeeld deze. Hè. Dit is een uitgave van het boek van Layard, de bekende Austin Layard van Ninive. Maar dit is eigenlijk een reisboek dat hier eerst nog tussen ligt. Dus een reisboek dat bestemd was voor mensen die naar Ninive wilden trekken. Okay. Dus dat is wel de goede plek, ja. 7872. Oké, het is een tier. Oh, even kijken. 7-8. Oké, even kijken. Ja, dit heeft Tinko gebruikt bij zijn studies in Algiers, dus Arabische studies, taalstudies, om zich voor te bereiden op zijn grote reis. Maar kijk, wat heel bijzonder is als je dus kijkt naar die notities hier, daar heeft Tinko zijn lessenrooster, zijn lesprogramma opgeschreven. Ja. Lundi, mardi, mercredi, dus wat had hij? Hij had lecture de la langue arabe, grammaire, les mots. Ja. Dus het is gewoon Tinko die gewoon in Algiers zijn eigen programma van de week opmaakte. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat heeft hij allemaal geleerd. Ja, precies. In april 1866 komt er het Joodaarstige Iran binnen. En zult daar ze wat het hier leren blauwen. Om daarna terug te loeken naar Syrië, Libanon en Palestina. Toen hij er was, was hij de enige die in die streek aan het rondtrekken was. Dus hij had er alle vrijheid om de dingen te ontdekken, te zien zoals hij ze zag. En dus daarom had hij ook alles wat meebrengen wat hij kon vinden, wat een indruk zou geven, niet alleen vanuit de archeologie, maar ook vanuit een etnografie, de kennis van de culturen van andere mensen, de cultuur van de 19e eeuw zelf, de evolutie van de band leggen tussen de oudheid en de nieuwe, meer islamitische periode, maar ook de mengeling van christenen met islamieten en joden in die streek. Dus dat is de Tinko's en aandacht ging naar al die onderwerpen. De reis door het treien heel hier. Want in oktober 1868. Bagdad, den 23 maart 1867. Waarde vader, sedert lang wilde ik u in vriendschap, mijn streep eronder, voor die boedelscheiding spreken.
Ik heb aan niets bijzonders lust van hetgeen zich onder die zaken bevindt, behalve aan het huis van Beppe. Hij erfde het IJsingerhuizen, dus hij had toen waarschijnlijk al betocht van daar wil ik mijn museum, meidje. Ja, ja, dat is weer echt voor die tijd natuurlijk ja, ongelooflijk. Het museum is open begin 1871 en september 1872 is Tinko naar Kant verhuizen. Het is toch heel bijzonder dat een Dwarpersbeestersweg zo'n soort oriëntaals museum is. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Het is heel spietig dat het voortgang is. Ja. Cannes was toen nog geen filmstad, het was een stad van de aristocratie en van de rijke burgerij. Het is hier dat hij 1872, toen hij toekwam in Cannes, gewoon verliefd werd op de plek. En hij zag hier een hele mooie villa staan, die hij dan huurde. Het was een grote villa, de Villa Escaras. Dan kon hij zijn museum, dat hij het meebracht uit Beesterswaar, kon hij daar onderbrengen. Hij kon er ook wonen, kon hij zijn vrienden ontvangen en feestjes organiseren. Dat was inderdaad deze plek. Tinko was, en dat merk je uit zijn geschriften, uit zijn brieven ook, als een relatief bescheiden man. Maar hij zocht toch wel naar die erkenning die hij misschien in Friesland niet zo makkelijk kreeg. Hier had hij een wereldwijd publiek. Hij voelde zich zeer thuis. Hij was zeer onmiddellijk ook aanvaard. Hij kwam met een verhaal en de mensen erkenden meteen dat dat verhaal heel bijzonder was. Dus hij genoot aandacht. De provincie Friesland heeft niet het talent te appreciëren hen die veel voor haar willen doen. En zo trekken velen er ook gedecorrigeerd uit. De Zwaag zal langzamerhand een boerendorp worden. Het klinkt haast alsof weer lulk is, hè? Ja, het is die frustratie was die er in leest, hè? Ja. Ik zei altijd nog een positiefetje. Nee, niet echt, denk ik. Nee, ja. De animo en begeering van zijn werk is zo groot dat Tinko besluit om zijn hele collectie te schenken aan de stad Cannes. Het nagelnijerste huis krijgt zij in 1878 een uniek eigen museum dat internationaal publiek loekt. In de 20e eeuw verhuizen de boel naar het Musée de la Castre, dat de Tinko-collectie nog altijd de basis vormt voor een bijzondere samling oriëntaalse kunst. L'empreinte de Liclama, elle est patrimoniale, elle est encyclopédique, bien évidemment, et puis elle désigne ce qu'est aujourd'hui Cannes, ce qu'est l'attitude cannoise. Être très fier de ses racines, être très fier de ce que l'on est ici, mais être en permanence ouvert sur le monde. Et c'est cette double vocation locale et internationale qui désigne si bien ce que sont les Cannois, qui désigne si bien ce qu'est Cannes, et qu'a si parfaitement su amener le baron Liclama. Van Zimmer is een part van de Tinko-collectie voor het eerst werd te zien in Beesterswerg. Krap een oorlieuw naait Tinko zijn exotische expositie de Waaihelle. In Musée de la Castre werden de werken klaarmaken voor transport. La coopération entre Cannes et la Frise est pour nous évidente et surtout importante. Elle relève le fait que, encore une fois, la ville de Cannes est parfaitement ouverte à l'international. Et puis, c'est une façon d'être très fier de ce qui a pu être accompli. Et cette interaction permanente, qui date du 19e siècle et qui se renforce encore aujourd'hui au 21e siècle, est véritablement le signe de ce que l'action de Liclama porte toujours ses fruits, est toujours autant d'actualité et permet à nos populations de se rapprocher de manière toujours aussi évidente. Heel bijzonder, hè? Voor het eerst sinds 150 jaar gaat hij terug naar huis. Dit is zijn trots. Dit is zijn reis. Hij was de Fries, maar hij ging als een Arabier rond in het nabije Oosten. En dus hij was natuurlijk heel trots en dat zie je ook in zijn gelaatsuitdrukking. En dus dat hij terugkomt en in kledij en over zijn reis kan gaan vertellen in Beesterswaar is heel bijzonder. Met zijn eigen portret. Hij zal wel echt trots zijn, ja. Dit is bijvoorbeeld een wettekst van Assurbanipal. Hij is 2500 jaar oud. Heeft Tinko uit Ninive opgegraven, of eigenlijk uitgehouden uit een zuil. En dus dat is ook weer heel bijzonder, heel historisch.
Welcome to the storage area. Great. So these are the last objects we still have to pack. Some of the textile is here, and here you have the archaeological glass and other objects that are. So have a look at this. This is incredible. Okay, yeah. That's much nicer than I expected. Look at my shirt. Look at these colors here. Yeah. Fantastic. And it's transparent. Yeah. It's incredible. I didn't realize that. At least 150 years old. Yeah. The idea of recreating those display cases with all their diversity shows what wide-ranging interests he had, actually. You know. The way he felt about it actually coincides very well with the nature of Cannes and why he fell in love with Cannes, right? With all these people from all these countries coming together, different cultures and different stories. Yeah, this is something that's now it's in the DNA of Cannes, you can say, this openness on the world. So and this is a heritage of that period, the late 19th century when these travelers came to Cannes and they had been all around the world, and we now have the objects to testify to that. And you could say that the film festival today, if it exists in that form, it's because of people like Iclama and others, the British travelers also, who opened the city to the world. You know, we've kept that heritage. Oktober 1869. Waarde August, sedert lang had ik u het een en ander willen melden, doch ik vond het beter wat te wachten om u meer in details te kunnen schrijven. Toen ik het eerste maal mij in Jeruzalem bevond, het welk nu bijna anderhalf jaar geleden is, zo ben ik teruggekeerd tot het geloof onze voorouders en ging den 2 juni 1868 tot het katholieke geloof over. Daar gij zo bijzonder de slag hebt met vader om te gaan, zo zult gij het beste doen zulks aan vader bekend te maken. Dus het feit dat hij van protestants katholiek wordt, luidt zo gevoelig dat er dat zelf net om zijn huid door te vertellen. Nee, het was oorlier letter, vreeg er om zijn broer om het aan hij te vertellen. Ja. Zijn vrouw was ook heel katholiek. Tinko en zijn vrouw hadden geen kinderen. En toen ze elkaar ontmoetten, snapten ze ook dat ze veel voor de kerk wilden doen. Ze waren er heel nauw bij betrokken, niet alleen in Friesland, ook in Cannes. Ze schonken heel wat mooie dingen aan de katholieke kerk. En dat is hun hele leven bijgebleven. Zelfs de laatste 10 jaar, vooral de laatste 10 jaar nog van Tinko's leven, heeft hij zijn initiatieven verdubbeld ten aanzien van de katholieke kerk hier in Cannes. Misschien heeft het te maken met het feit dat ze geen kinderen hadden en ook niks zouden overlaten aan kinderen. Dat ze dus dachten van we gaan ons goede werk verder zetten en in de herinnering ook achterblijven als weldoeners, bescheiden weldoeners weliswaar, maar toch weldoeners. Die kochten hij, Tinko en zijn vrouw kochten dat eerder naar het einde van zijn leven toe, de laatste 10 jaar. En dit was altijd al bestemd als een schenking, toekomstige schenking aan de parochie van de stad Cannes. Dus het werd echt het centrum en is vandaag ook het centrum van het katholieke gebeuren in Cannes. Gij zegt dat ik velen wantrouw. Ja, zelfs u. Dit is volkomen waar. En dat zal ik blijven doen tot mijn dood. Hoe wilt gij dat ik, alle rancune opzijde zettende, vertrouwen kan hebben in mensen die mij op listige wijze zoeken onder curatele te zetten? Ik weet zeer goed dat het voor mijn zaken beter zou zijn indien ik van tijd tot tijd eens overkwam. Doch de courage ontbreekt mij om de strijd weder te beginnen. Want ik weet zeker dat ik nauwelijks in Friesland afgestapt zijnde terstond aan nieuwe vervolgingen van mijn familieleden zouden blootstaan. Maar het is eigenlijk gewoon ruzie in de familie. Ja, ja dit is toch wel even heftig. Ja. Ja. Het bloed steeds toch opspelen. Ja. Het vreetje naar de erkenning en soms krijgt het ik wel, maar ja, vaak ik weer net. En het gaat eigenlijk steeds heen en weer. Ja. Notaris. Oké.
kunnen zijn, ja. Oké, okay, dus even gaan bekijken. Oké. Okay. Daar hebben ze ook een keertje begonnen. Dus daar zien we het inderdaad duidelijk van. Hè, dus 3 maanden na het overlijden van Tinko. Daar wordt de overdracht gedaan. Weduwe Liclama aan Eierholt. De barones Juliana Schwarzenberg en Hohenlandsberg. In het bijzijn van de bisschop van Nice draagt het bezit over. Inhoudende 3 villa's, grondstuk van 2000 vierkante meter. Het wordt allemaal netjes heel mooi gedetailleerd daar, ja. Als je de berekeningen maakt, het gaat om een heel lap grond ook. Heel wat vierkante meter in het hartje van Cannes. Dus je kan me voorstellen wat dat betekent. Ja, nee. Wat betekent dat? Hoeveel? Nou, ruwe schatting. Altijd moeilijk te beslissen wat dat kan betekenen. Maar ruwe schatting gaat in de richting van 20 miljoen euro vandaag dag. Hypotheken. Het financiële gedeelte toch wel. Het punt is wat, waarom dat hij... Ja, daar zeg maar last had misschien een beetje met de familie in Nederland, was omdat ze vermoedelijk dachten van, hij was de oudst geboren zoon, die moest de zaken verder zetten in Nederland. Maar de man had dromen en hij wou gewoon de wereld ontdekken en erover praten met anderen. En natuurlijk dachten ze misschien van, god, dat is niet nuttig. Dat is, we willen op ons geld blijven zitten en we moeten ook misschien rijker worden enzovoort. Dat interesseerde hem niet. Tinko wou niet rijker worden. Dat zie je in zijn briefwisseling. Hij had dat kunnen doen, maar dat interesseerde hem niet. Hij was door geboorte was hij rijk en hij dacht van, nou ga ik daar iets mee doen. En dan ga ik mijn passies en mijn kennis en alles wat ik opdoe met anderen delen. Zelfs met z'n drieën. Doe maar. Ja. Bonjour, Andreas. Ça va? Goede reis gehad? Ja. Inderdaad. Yeah. Mannen, hij moet nog gedraaid worden. Willen jullie dat doen? Nee. Kijk, hij ligt op zijn kop. We konden het al niet lezen. Nee. Ik denk dat wat zo uitdagend is, is om een vergeten verhaal terug naar boven te brengen. Een verhaal waar je zegt van, hoe kan er nou zo'n verhaal vergeten zijn? En zo zijn er misschien nog heel wat verhalen. Maar dit hele bijzondere verhaal is toch wel iets waar we iets aan moesten doen. En ik denk dat voor ons ook de motivatie er voor een stuk was. Omdat we weten dat Leeuwarden Friesland toch in 2018 de Europese culturele hoofdstad was. Wat een mooie samenloop van omstandigheden om die vergeten zoon van Friesland terug op een voetstuk te plaatsen. Ja, het fascineert me enorm nou. En de krijgshuisjes de Usheid toen, denk ik, fascineerd had. Dus dat we precies op maat maken is maar om het hier heen te vervoeren. De verpakking weer duurder, denk ik wel. Ja, ja. Moet je maar zien wat erop staat, hij. Monsieur de Clement. Dan ga ik schreeuwen. Ja, zo kan ik schreeuwen, ja.
Wat er hier dus gebeurt op 11 december 1900, is dat het hele stadsbestuur, het hele corps consulaire van de Riviera, alle notabelen, alle advocaten en het volk in drommen naar de uitvaart van Tinko Lekama komt. Het was zijn nadrukkelijke wens om in Wolvega in Friesland begraven te worden, terug waar hij vandaan kwam. Dus na die mis werd hij dan naar het station gebracht van Cannes en van het station vertrok hij rechtstreeks naar Nederland. Als eerste zie je hier de allereerste Lieklema-steens. En dat is gekocht, dat was een oude notariswoning en dat is gekocht door Tinko. Dus dat was echt de eerste Lieklema-steens hier in Wolvega. Ja, ik zeg altijd, als we dit Tinko Martinez niet hadden gehad, dan hadden we niet zo'n mooi huis gehad. Ja, nee. Nou, heel mooi. Ja, ja, dat is gewoon ook zo. Daarom zijn we gewoon heel gek op die man. Ja. Toen de eerste tentoonstelling was in Parijs, daar stond de grafkapel die nu hier in Wolvega staat. En die heeft hij verkocht. En die heeft hij over laten brengen hier naar Wolvega. Want hij wilde hier begraven worden en ook zijn vrouw. Als er een uitvaart is hier op de kerkhof, staat dit altijd open. Mensen kunnen zich altijd nog even terugtrekken. Ja. Het blijft dan openstaan. Hier in het kapelletje. Ja. Een kapel, ja. Ridder in de orde van de zon en de leeuw van Perzië. De sjaaf van Perzië gaf hem die orde, ja. Ik denk dat de mensen gaan zeggen van God, hoe is het mogelijk dat we dat verhaal niet kennen? En ik denk dat mensen spontaan, gewoon uit fascinatie voor zo'n verhaal, dat de mensen gewoon spontaan gaan zeggen, God, ja, Tinko, nou kennen we hem en nou zal hij nooit meer verloren raken. Volkshegen Skwalle Skielgerolongen op Skielge bestaat zondag hier. In 2004 maakte Johan van der Zee een film over deze jinnige, nog oerbleunende Volkshegen Skwalle van Nederland. We zijn even zelfs voortkomen uit die taalbewegingen. Die Jonge Rijn, wekkermeidje van Friesland.